Je bent manager innovations en strategic projects bij een internationaal bedrijf. In dit geval bij wereldspeler automatisering Festo. Waarom zou je dan ieder jaar weer meedoen met Delft On Stage? Wat heb je daaraan? Ik ben Carmen en voor deze Delft On Stage report stel ik deze vragen aan René Kluft. Wat leuk dat we hier mogen zijn bij Festo. Ja, van harte welkom altijd natuurlijk. Waarom doen jullie mee aan Delft On Stage? We hebben steeds meer behoefte aan vakmensen. Je kan wel hele slimme mensen hebben die dan dingen uit hadden te bedenken, maar je moet ze uiteindelijk ook op een gegeven moment in elkaar zetten. Hè? Dus van elk niveau moet je dat hebben. Dat kan je alleen voor elkaar krijgen als je het ook een klein beetje bekend maakt van waar je mee bezig bent. En daar is Delft On Stage onwijs belangrijk voor om dat te kunnen laten zien. En wat gebeurt hier tijdens de doedagen? Nou, tijdens de doedagen dan komen er een hoop jonge mensen tegen die eigenlijk vaak niet eens weten wat Festo doet. En dan kunnen we ze hier laten zien wat we wel doen. En dan zie je ook dat het altijd wel een hoop interesse opwekt. En wanneer is de samenwerking tussen Festo en Delft On Stage geslaagd? Voor mij, Festo, vind ik het belangrijk dat we goed hebben kunnen laten zien wat we zijn en dat we daarmee ook enthousiasme hebben kunnen wekken bij de potentiële toekomstige medewerkers. En waarom zouden alle ondernemers in Delft mee moeten doen aan Delft On Stage? Elke ondernemer is die de trots van zijn bedrijf. Dus elke ondernemer, je bent geen loodgieter omdat je het werk gewoon helemaal niet leuk vindt. Dus elke ondernemer die is trots op zijn bedrijf. Elke ondernemer die wil ook gewoon graag fijne mensen voor de toekomst wil weer hebben. En wat heb je nou een beter podium als Delft On Stage om te laten zien waar je mee bezig bent? Je bent decaan bij het SC Delftland en geeft dagelijks les aan allemaal getalenteerde VMBO-leerlingen. Natuurlijk ben je dan super enthousiast om mee te doen aan Delft On Stage. Maar hoe bereid je leerlingen voor op zo'n dag? En wat krijgen ze ervoor terug? Ik ben Carmen en voor deze Delft On Stage ga ik op bezoek bij Jacqueline. Wat fijn dat we er mogen zijn. Tuurlijk, welkom. Wist jij vroeger altijd al wat je wilde worden? Nee, ik heb heel lang getwijfeld over mijn keuzes. Ik vond bloemist heel leuk of sieraden maken, dus heel erg praktische beroepen. Maar later wilde ik echt iets met taal, misschien journalistiek. En uiteindelijk ben ik juf geworden. En waarom doet jullie school eigenlijk mee aan Delft On Stage? Ja, met Delft On Stage heb je de mogelijkheid om zoveel, met zoveel beroepen kennis te maken. Dus een leerling kan echt kiezen wat hij leuk vindt. En niet een sector of een afdeling, maar ja, specifiek beroep. En daar mag hij een dagje meelopen, daar mag hij kijken wat houdt het beroep allemaal in. En uiteindelijk ontdekken, ja, is dit iets voor mij of toch helemaal niet? Had ik het verkeerd ingeschat? En heeft het beroep veel meer minpunten dan dat ik dacht? Ja, die ontdekking is gewoon heel gaaf dat ze ja, iets positiefs kunnen ontdekken, maar ook eventueel kunnen ontdekken, ja, dit is toch net niet. En hoe ziet voor een leerling zo'n beroepenfeest er dan uit? Ja, leerlingen komen aan bij die sporthal en dan worden ze ontvangen door alle beroepsbeoefenaars. Dus ze staan helemaal in het zonnetje. En daarna lopen ze die gymzaal binnen, waar dus heel veel mensen aanwezig zijn. En de ene leerling gaat dan recht op zijn doel af en die weet met welke persoon die een afspraak wil maken. En die gaat gelijk dat gesprek aan. En de andere is een beetje afwachtend en die heeft misschien extra een beetje hulp nodig. Maar uiteindelijk hopen we dat met een gezellig gesprek, dat er een mooie match wordt gemaakt waarmee ze naar de doedag kunnen. En wanneer is voor jou zo'n beroepenfeest geslaagd? Als dus de leerlingen weer een stapje verder zijn, weer een ervaring hebben gekregen die ze enthousiast heeft gemaakt, die ook waarvoor ze hun waardering kregen, dat ze het gevoel hadden van hé,
ik doe ertoe, ik kan dit, dit is wat ik kan bereiken. Wat ze ook hebben ontdekt, dat maakt niet uit. Of het een positieve ervaring was en waarmee ze verder willen. Of dat ze juist dachten van, hey, ik dacht dat dit wat van me was, maar blijkbaar is het niet zo. Ja, dat is ook weer een hele belangrijke stap. Je hebt een succesvolle carrière in de muziekindustrie. Je staat in grote concertzalen en je schrijft mee aan de nummers van bekende artiesten van nu. En dat terwijl je allereerste baantje kreeg via Delft On Stage. Ik ben Carmen en in deze Delft On Stage report ga ik op zoek naar Julius van IJs. Wat leuk om hier te zijn, de plek waar het voor jou allemaal is begonnen. Voordat we het gaan hebben over hoe jij hier terecht bent gekomen, hoe heb jij de beroependag zelf ervaren? Ja, leuk. Het was een soort andere ervaring dan normaal. Ik wou eigenlijk al best wel vanaf jong. Ik wist al best wel jong dat ik muzikant zou worden. Of in ieder geval de muziek in wilde. En dat is natuurlijk niet echt iets wat je soort van vindt op een gebruikelijke beroepenmarkt. Als je een beetje omdenkt, dan was er uiteindelijk best veel mogelijk. En hoe is toen de match ontstaan tussen jou en het Hampshire Hotel? Ik was met de docent gaan praten wat handig was om te doen. Want ik wou eigenlijk gewoon heel graag muzieken. Maar ja, er moest iets gekozen worden voor de doeldag. Want ja, uiteindelijk moest je natuurlijk gewoon een stage lopen. En toen zijn we naar het hotel toe gegaan. Dat het hotel muziek als rode draad heeft. Toen we daar met het clubje waren, zei mijn Alex, een docent die toen mee was, van moet je niet even spelen, want hij wist dat ik de muziek in wou. En dan ging ik mijn hoorde dat, hij is de baas van het hotel. Hij zei, speel je? Ik zei, ik vind piano spelen leuk, ik wil naar het conservatorium toe. Hij zei, kom anders binnenkort even langs op gesprek en dan kunnen we even kijken of we iets kunnen regelen. En toen ging ik daarheen, toen werd ik aangenomen als pianist in dit hotel. Zou je ons willen meenemen naar de plek waar het allemaal begonnen is? Ja, tuurlijk. Wil jij een stukje voor ons spelen? Ja, maar dan gewoon een paar dingetjes die je dan soort van standaard speelt. Dus die Alicia Keys, achtige ding. En op welke manier heeft Delft On Stage bijgedragen aan je huidige carrière? Het heeft best wel geholpen met het wat meer out of the box denken. Ik denk dat wel een handige skill sowieso om te leren. Ik denk dat daar wel heel erg in bijgedragen, omdat dat wat meer te doen. En hoe je dingen wel kan regelen. Ook al is dat misschien niet helemaal het idee van je docenten of van een beurs. Matchmakers. Ze doen hun werk en lopen rond op het Delft On Stage beroepenfeest. Het klinkt goed, maar wat is een matchmaker nou eigenlijk? En waarom zou je het willen worden? Ik ben Carmen en voor deze Delft On Stage Report ga ik deze vragen stellen aan Wilma. Hoi! Wilma, fijn dat je met ons wilt praten. Ja. Hoe ziet zo'n beroepenfeest eruit? Ja, je moet er eigenlijk een keer bij zijn. En dat geldt zowel voor bedrijven als voor een leerling. Het is gewoon één groot feest. Er zit heel veel energie in. Allemaal leuke mensen die afspraken willen maken met elkaar. Het is één groot ontmoetingsfeest. Wat is jouw taak daar als matchmaker? Wat doe je dan? Ja, ik kijk rond, want ik geloof ook dat heel veel kinderen zelf wel afspraken durven maken. En bij sommigen help ik om ze op ideeën te brengen, aan bedrijven te verbinden. Want ja, je hebt ook hele verlegen kinderen natuurlijk en kinderen die echt niet weten wat ze willen. Wat voor reacties krijg je vaak van bedrijven of professionals?
Je merkt gewoon ook de verwondering dat ze zo blij zijn. De mondigheid van veel VMBO-leerlingen. Maar ook de goede voorbereiding met een visitekaartje en een afsprakenboekje. En ja, die zijn ook blij dat ze hier aan meedoen, merk ik. En wanneer is nou voor jou zo'n dag als matchmaker geslaagd? Ja, als ik gewoon zie dat leerlingen van die stickers op hun borst hebben. Want dan weet ik dat ze genoeg afspraken hebben gemaakt. En ik zie dan ook bedrijven glunderen. Want die staan hier ook omdat ze iets aan te bieden hebben. En het is natuurlijk hartstikke leuk als er veel interesse is. Wilma kan niet wachten om jouw bedrijf te koppelen aan een nieuwe toekomstige werknemer. Ga voor meer informatie of schrijf je nu in via www.delftonstage.nl.